Niels Reuseler, of Duits oder of Holländisch? Ja, het kan allebei. Dan gaan we in het Nederlands verder. Niels, welkom terug. Seizoen 12-13 was je hier ook al. En contract getekend voor 2+1, zoals dat heet, hè? Ja, precies. Ik ben gelukkig weer hier te zijn, ja. Waar heb je de afgelopen jaren gezeten? Want je was hier destijds in het laatste jaar Eredivisie gehuurd van FC Twente. Toen ben je teruggegaan. En toen? Ja, na het jaar Twente daarna ging ik naar Duitsland toe. Ik speelde nu 2 jaar bij Chemnitz in de derde Bundesliga. En ik was nu weer aan de stap toe naar Nederland. Dus terug van het Chemnitz FC, derde Bundesliga. Veel gespeeld? Ja, veel gespeeld. Ik heb in die 2 jaar tijd zo rond 70 competitiewedstrijden daar gespeeld. En, maar ik ben nu wel gelukkig op Nederlandse bodem weer te zijn. Je spreekt goed Nederlands, dat wisten we van toen. Je hebt je jeugd bij Twente gedaan, hè? Ja, precies. Ik heb in totaal 11 jaar in Nederland gespeeld. Daarvan 10 jaar bij Twente. De jeugd doorlopen tot het eerste elftal. En was tussendoor 1 jaar hier in Venlo. Je hebt net even naar de spelerslijst gekeken. Maar er staat niemand meer op uit de Niels Reuseler eerste periode, hè? Nee, precies. De laatste is nu gegaan met Niels Fleuren. En niemand meer erbij. Van het kader eromheen ken je nog wel mensen. Hoe was het om weer terug te komen hier in de Kool? Ja, wel leuk. Ik was 2-3 weken geleden had ik mijn eerste gesprek hier. En er is eigenlijk niks veranderd. Dus het voelde wel een beetje thuiskomen, ja. Goed, dus je bent blij dat je terug bent? Ja, ik ben zeker blij, ja. Kunnen jou dat nu vragen? Want je praat wel goed Nederlands. Je bent gewoon Duitser. Wordt Duitsland Europees kampioen? Ik denk het wat moeilijk, maar de kansen bestaan wel, ja. Ja, de kansen bestaan altijd. Wordt Duitsland Europees kampioen of niet? Ja, ik hoop het wel. Goed zo, welkom. Ja. Alles SVVV, de cool, de club, de kleuren, draai.